Fisher Food Apeldoorn. En wij zitten hier bijna 25 jaar. Wij hebben de laatste jaren heel goed weer erop gescoord met de haring in de AD haringtest. Dat is een test die door de AD wordt uitgeschreven en die komen op een onverwachts moment hier om te keuren hoe de haring eigenlijk is wat aan de consument aangeboden wordt. En dan bedoelen ze daarmee niet alleen de kwaliteit, maar ook de hygiëne, de manier van werken, wat voor waar krijgt de consument. Hoe belangrijk is deze haringtest voor jou als ondernemer? Als ondernemer is het een van de grote pijlers en is het ook een stukje omzetvergroting. Want nogmaals, je bent met je product bezig, dat moet altijd goed zijn. Dat wordt opgemerkt en vandaar het wordt vertaald naar de consument toe in de krant en de media. Je hebt hem al een keer gewonnen, hè? We hebben hem gewonnen in 1998 met een 10. In 1999 hadden we weer om een 10. Daarna zijn we weer om eens een keer gekeurd in de jaren 2009 zijn ze weer geweest. En vandaar het is er steeds een 8, 8,5, 9,5, 9. Dan hebben we steeds hoger cijfers. Kortom, je zit er heel hoog in. In de haringtest. Daarnaast heb je een nationale test van je eigen branche. Hè? Ja, de visspecialist van het jaar. Daar zijn we drie keer op rij uitgekozen tot de finalisten. En dat betekent dat je bij de beste drie behoort? Bij de beste drie van Nederland. Ja. En daaruit zijn we weer verder gegaan met nog een slotronde. En dan zijn we uitgekomen op de tweede plek, derde plek. Wat is je grote droom? Die nog een keer te winnen? Want dan heb je alles gewonnen wat er te winnen kan. En dat die AD-test nog een keer kan winnen. Maar het grootste, het belangrijkste is dat we ons kunnen vasthouden en stand houden in de grote markt die nu eigenlijk bezig is. Want de concurrenten zijn altijd ook weer bezig om een goed product te verkopen.